Dag vrienden van het betere stripverhaal. Bert Pijper en de vinnige vlogger FVL wijzen een keer een integraal gelezen. Een integraal. En je komt hier van achter gesvlogen. Het is wel een speciale, want het is namelijk de zevende integraal van niemand minder als Bakeland. Waarom nou niet eens de zevende? Heb je dan die ander niet gelezen? Ja, natuurlijk wel, die steun daarvan. Wacht, als ik nou weer eens steun, ze deed het. Ik heb dan al acht trouwens, want er komt nog een achtste ook. Ja, waarom? Nou, juist niet omdat ze zo schoon op stijl zit. Dat ze nou zal zo doen voor degenen die wat pruit zijn of op Facebook, dat ze er maar door niet afsmaten. Dus de zevenste integraal van Bakeland is wel een speciale. He, dat behelst de verhalen 31 tot 35. En ik Leijmans, je gaat dat ze beter horen, zegt dat nummer 33 eigenlijk een keerpunt in zo'n... In zo'n saga van Bakeland was. Ik kan het beter vertellen waarom. Dus we zitten hier van 31 tot 35. Tja, we zijn weetje. Dat is de zevende. Daar komen er dus in totaal 18 van. 18. Als je dan tilt maal 5, want dat is toen elke keer 5, dan kom je maar aan 90. Je gaat zeggen, oei, die andere 6, die maakt ze misschien de volbak. Nee. Waarom nog die andere 6? Kijk, wacht, we hebben gezien. Waarom mijn onderkant paal? Kijk, die laatste 17, die laatste 17 boeken, dat zijn de geil, noemen ze die. Hier zijn ze, het is niet dat ik er niet meer stoeven, maar ik heb ze toch. De laatste 17, van 80 tot 96, dat zijn eigenlijk boeken die dan maar 32 of 34 bladzijden nemen. 32, zie je dat? 32 bladzijden. Ze mogen zeggen, dat zijn de mindere. Ik vind dat helemaal niet. Ze zeggen ze maar omdat er zo weinig van zijn en dat je die nog moeilijk kunt vinden. Maar die komen dus ook allemaal in de integraal. Dus als je ze nog niet hebt, begint niet te zeuken en hier veel centen nodig te geven. Maar wacht op die integraals, want dat komt er ook allemaal in. Dan hebben we te zeggen dat er nog allemaal staat af te komen. Wat vinden we nou in deze boek? Wel, eerst en vooral wil ik toch wel zeggen en een chapeau doen voor al die mensen die dat er aan meegewerkt hebben. Want die saga-uitgaves van Bakeland zijn werkelijk prachtig. Ik vind dat een van de betere en bijna beste integraals die dat er zijn. Onder een redactie van Peter de Edert, die dat er wel aan doet. Maar ook David Steenhuizen. Mensen die we van Stripknip ook kennen. David Steenhuizen werkt daar geweldig aan mij. Ivo de Wispelaren. Wie nog? Bert Geijvaart. Maar ook met dank aan Mario Boon, die bijvoorbeeld de cover... opmaak gedaan heeft. Moet even lezen, want van Botenwijk dan niet. Tom Boon, dat zeg ik al. Dat is hier van de koers. Tom Boude, Erwin Cavens, Martin Florey, Merotak, dat doet er ook aan mee. Marcel Ruffa, die komt ze beetje nooit te spraken. Jan Smet, ik ken hem ook. Hè. Wim Swerts, Rob van der Nol, Geert van Geluwe, Sascha van Laken. ja, ook Sascha van Laken. En Jos Wouters, die doet er allemaal aan mee. Proficiat mannen, want het is een prachtige uitgave. Dus als je ze nog niet hebt, begint er aan te verzamelen. Want ik zeg het, dan kunnen ze tot de 96 vinden. Hè. Deze keer de dossiers, die dat wij prachtig gestoffeerd zijn. Hier zien we trouwens Kleimans, zie je hem? Hier op zaal zitten. Deze. Zit hij samen met Marie-Janneke en Karel Biedelen. Marie-Jan, een heel belangrijke figuur, want je moet weten, mannen. Marie-Jan, je ziet ze daar. Hè. Tussen 80 en 85, of 80 nadat dus dingen was gestorven, hè. Daniel Janssens, die meewerkte wel te maken, had die mens dat 5 jaar alleen moeten doen. Zeg, en die had dus kwijt niet wel werken, want die deed nog Circus Maximus in Kufke, geloof ik. Hè. En dan had hij dus heel veel hulp gehad van niemand minder dan Marie-Jan, zijn vrouw. Die mag ook jullie in de bloemetjes gezet worden. Trouwens, in een boek van David Steenhuizen, over gezeten mee passeren trouwens, hè, over dingen, over Kleimans, en die een boek die niet, even zien, hè, want zeg het, hè, allemaal van boten kennen, dan is het, hè. Kleimans, 50 jaar kampioen, daar wordt hij wel 10 keer vernoemd, hè. Zo dat hij zoveel geholpen heeft. In die 5 jaar alles alleen gedaan en jij wil een bekken hulp gehad. Ook van zijn mede-striptekenaars. Zo hadden we bijvoorbeeld Sylvain Polvleet. Ik weet nog niet dat er van Insta van Sylvain Polvleet, maar Sylvain Polvleet heeft geholpen. Is er trouwens daar wat dingen over? Dat was de man van Brian Owell. Daar heb ik ook nog boeken van. Maar ja, via Sascha van Laken trouwens. Die had zich daarmee bezig als ik het nog niet moest weten. Dus die heeft geholpen. Dan hebben we nog Jacques Moenaert. Moenaert, kende die? Jacques Moenaert? Nee? Dat is de zak, hè? Dat is die karikaturist. Karikaturist, zak, hè? En Marcel Ruffac, ik heb hem juist al vernoemd, die heeft ook geholpen. En wat hem ook heel veel aan gaat, dat was aan Luc Moerman.
die dat hem geholpen hebben. Want die werkte ook al eens voor Lintat en voor, nog iemand mag zijn hem kwaad. Van Jean-Paul, van Kramixken, hè. Daar werkte die ook voor. Zo. En dan op een gegeven moment ziet onze vriend, dat even schaam, Leemans, dit is James Lee in een jungle. Een verhaal van een getekende Klaus Scholz, kende hem? Klaus Scholz? Ja, ja, ja. De man die later hè, dingen hij overgenomen, Ruud de Ridder. Maar toen werkte die eigenlijk voor Verlag. Verlag in Duitsland gekend. Die werkte aan mij, aan Bessie en aan Zilverpaal. Samen met Sels. Hè. Ja, dat waren de mannen. Hè. Maar hij zat zo even in slop in de jaren 85 en weer 85. En toen belde ik Leijmans voor te vragen. Olé, Klaus, ik wil van mijn wagen, ik ga hulp. En die deed dat dan. Hè. Dus, en die net zo maar even 20 jaar. Ja, 20 jaar meegelopen aan Zwuil, aan Bakeland. En zo altijd op de achtergrond, want dat is een hele amabele, rustige mensen, sympatheken, zo die daar niet op geen tafel springen, gelijk als in België zeggen. Dus die net dus geweldig vuil geholpen. Is daar ook heel erkentelijk voor geweest. En daar heeft eigenlijk Leijmans eigenlijk toch vuil aan gehad. Dat gaat eigenlijk het eerste stuk over. En daar is er ook nog een paar dingen over James Bond, maar dat moet... We moeten maar eens een keer lezen dat ze er ook eens geprobeerd hebben om ons weer te maken. Maar ik zeg het, dat dossier is geweldig. Hè? Oh, dat is geweldig. Het tweede deel van het dossier gaat over spionnen. Spionnen, spionage en schoolmeister. Waarom nou schoolmeister? Wel, ik heb al het toch gezegd, juist. Je ziet de schoolmeister zijn. Ik heb al het toch gezegd dat in 33, het verhaal nummer 33, de geheimagent van Napoleon, dat daar eigenlijk een neef Elan in komt. Want... dan ga ik even mijn blad vinden. Onze vriend Leijmans ontdekt ergens een boekje over die spion, Schulmeister, de belangrijkste spion van Napoleon. En hij zei, maar potverdomme, dat heb ik al wat eerder gelezen, dat is nog een interessantere als Bakeland. He? En, ik moet alles zeggen, hij had dus Schulmeister in 33, in het verhaal 33 geïntroduceerd. En hij zei, Leijmans, dat is voor mannen en heren nog een keer geweest. Is dat maar eenmalig die schoolmeester? Nee, eerst als je de deserteurs neemt bijvoorbeeld, dan zit op het eerste blad. Dat is dan al nummer 80, hè. Zit hem, dat wordt bijna een vaste figuur, hè. Schoolmeester zit er nog altijd in. Dus dat is toch wel een belangrijke uitvinding van, of een turn in heel het verhaal. We gaan even rap nog, want ik zie dat we wel veel te ver zijn gegaan naar de verhalen. Het eerste is de Luitelingen. De Luitelingen. Ja, mannen, als je nou nog nooit een Bakeland gelezen hebt, verschiet niet. Maar ons Zita is een bad aan het pakken. En, je ziet, ze wordt dat dus uitgejaagd. Ja, ik ga niet te veel te zien, want anders, ik zeg het een beetje maar, dat is maar nog van de Facebook. Maar de Luitelingen. Dat gaat eigenlijk over, Zita wordt dan opgepakt, even kus, mama, ze gaan lopen. Komen ze per met terecht en daar zijn ze juist aan het trekken, aan het loten, welke jonge gasten dat er moeten van Terp naar het leger van Napoleon gaan en mee gaan vechten. En dan worden dat toch wel twee knapen uitgekozen, zeker twee broers, die moeten werken op het hof en die een boer maar schrijven en schrijven. En Pij en Bakeland zeggen, kom, we pakken die hele pluts in. En daar gaat het over eigenlijk in, die pakken hele pluts in. In het leger van Napoleon. En zo, maar ze doen dat maar voor even. Hè. Ze denken, een paar dagen, deze soldaat, en dan gaan we lopen, en we zijn er vanaf. Maar dat was tegen hun gat gesneed, gelijk als ze hier in Mechelen zeggen. Nee, zo goed waren ze er niet afgekomen. Ze worden naar Oostenrijk gestuurd, om daar te moeten gaan vechten voor Napoleon. Daar hadden ze natuurlijk niet op gereken. Dan moeten ze gaan vechten met de Franse troepen. En Zita en Pierre den Bult, die gaan er natuurlijk achter om haar te bevrouwen, maar dat lukt zo gemakkelijk niet. En dan worden ze dan nog gedwarsboomd. Colin d'Herbois kende hem nog. Hè? De Bel uit Brest, ook nog uit een van die verhalen. Hè? Allee, dat komt hij allemaal in vuil. Gelijk als je het gewoon... gewoonlijk is het natuurlijk heel knap getekend. Kunnen ze ontsnappen of niet? Ja, zet weer haar beste beentje vuil en de rest ook. Om te kunnen ontsnappen. Hè. Je ziet daar ook die in Bocolin met zijn zweep. Lukt dat of niet? Dat gaan we natuurlijk niet vertellen. Schoon schijpen erin ook. Wordt heel vuil. Of is dat nou het volgende verhaal? Even zien. Ja, nog altijd niet. Ze worden daar ook op een schip gezet. Naar Guyana. Hè. Daar worden ze dus eigenlijk naar Ginder... verscheept, zal ik maar zeggen. Ze zijn verkocht.
En dan op het einde komt alles nog goed, maar dat kan ik niet vertellen. Het tweede verhaal is de bende van de rode Zita. Dat is eigenlijk een plezant verhaal. Hè. Je kunt ook nog eens mee lachen, alhoewel dat die begint te lachen. Want bij de Bult en Zita, die hebben daar een reuze. Hè. De bende van rode Zita, weet het? Die hebben me daar een reuze in het verhaal. Want het gaat hem over de vrouwenrechten. Hè. Die vinden dat ze alleen maar goed zijn voor te koken en wat weet ik allemaal. En daar gaat het verhaal over. Dus Zita die trekt rood samen met nog veel andere matroons. En die gaan dus een eigen bende beginnen. De bende van rode Zita. En het eerste dat ze zal doen, dat is een soldaat pikken van de soldaten van Napoleon. Voor de neus van Bakeland en Pij. Dat kostte die niet meer lachen. Dus daar begint het mee. Maar... ze hebben het natuurlijk duiginder in bij de Napoleon. En de Crèvecœur stuurt twee spionnen. Twee spionnen, zijn ze? Kenden ze? Ja. Erik Meijne en Geert Deurem. Deureman. Deureman, ja. Die ken ik iets minder goed. Maar hij verwisselt die namen, Geert Meijne en Erik Deureman. En die twee mannen, die moeten dus Zita gaan infiltreren om daar toch ook wat venten binnen te krijgen en zo ze over te leveren aan dingen. En waarom die twee mannen? Ja, je kent die Meijne, dat is dan nog Van Rossum getekend, geloof ik, inderdaad. En dan de andere, die verzorgt de illustraties van Tom Lanois. Een weetje staat allemaal in het dossier. Dus rode Zita wordt dan geïnfiltreerd. Dat is eigenlijk een beetje meer een komisch verhaal geworden. Derde verhaal. Derde verhaal is de geheimagent van Napoleon. En daar zit hem ze, Schulmeister. Dat weet ik niet dat het een dier is. Want daar mag ik eigenlijk niet te veel van vertellen. Over wat gaat het? Wel, onze vriendin Zita wordt verliefd op Sigismund van Potsdorf of zoiets. Ja, ik moet het Probstdorf. En P is natuurlijk niet goed gezien, want hij noemt dat een saletjonker. Hij wil vier keren, die saletjonker, dat is een salonsjonker eigenlijk. Hè. Dus van Zita, daar is niks mee aan te vangen, zal ik maar zeggen. Ze trekt de rood met die graaf Sigismund, met die saletjonker. En P. En Bakeland, maar ook Belle, Zwette Belle, hè, haar vriendin van Zita, die gun erachter voor ze toch terug te halen naar het bos, want ze vinden dat niet plezant dat die weg is. Natuurlijk, dat is een hele nuksel, gelijk als ze zeggen. Prachtig verhaal, een heel goed scenario, maar te lang om dat allemaal uit te leggen. Om een lang verhaal bij kut, of om een kut verhaal lang te maken, zeggen ze bij ons, gaan ze dus eigenlijk... Ja, proberen ze weg te halen, maar ze worden zelf gevangen. Hè. En Belle krijgt dan hulp van Charles Pung. Kende die nog? Hè? Wel, ja, voilà. Wat is nou de... Wat moet Sigi daar gaan doen? Die Sigismund van Probstdorf in Oostenrijk. Wel, die moet daar eigenlijk een geaanwapen gaan brengen. Nou, voor de Duitse. Of voor de Oostenrijkers, sorry. Tegen Napoleon. Naar Ulm. Ulm, dat is een grote stad. Hè. En dat gaat dan verder... in het verraad van Ulm, dat is dan eigenlijk het 34e verhaal. Hè? Als ik het hier ook nog ergens vind, dan moet je die zien. Het verraad van Ulm, zei het, ook weer met een schoolstukje dossier van Berbelingen, een noodvinder Berbelinger, die dat dus vliegtuigen heeft uitgevonden, zo'n speciale dingen, dat komt er ook in. De verraad van Ulm, dat gaat, het verhaal gaat dus verder. Hè? Maar daar kan ik het einde niet van verraden, want anders weet dat die Sigismund van Probstdorp eigenlijk is. Hè? Dus we gaan bij Vutsen dat Tink moet verplutst worden naar Ulm, en daar gaat dat allemaal over. Hè? En het laatste verhaal, het avontuur in Albion. Daar valt nog iets over te zeggen, maar we gaan naar de 15 minuten, kan er ook niet aan doen. CDC, daar is ook een Franse ding van bestuurd. Les armes du victorie. En als je goed ziet, daar zit dus Zita in een blikken. Maar als ze dat dan naar het Vlaams brengen, avontuur in Albion, zie je dat? Ja, dan is dat al een blikken Pruitser. Ja, dat is zo in de Vlamingen, hè, want anders mocht dat niet. Albion is trouwens, Albion is de oude Engels, de naam van Engeland. Hè. Wat gebeurt er daar? Wel, er is een boerenopstand, gelijk als ze vuil. En Rollier, die kent er nog, hè, die hebben wij wapens nodig. En hoe heet ze dit? Dat is het nevenboek dan. Rollier heeft wapens nodig, maar ze beginnen mee, dus ze moeten die in Engeland gaan halen met een boot. Ze vertrekken naar Engeland om dat spel om die wapens te gaan halen. Maar dat zijn wapens die gestolen zijn van de Royal Navy. De Royal Navy. Automagazinen.
Ja, dat is ook in het Frans een boek van verschijnen. Hè? Ik heb het al gezegd, dus juist. Later is dat, hebben ze geprobeerd van die auto te brengen onder de naam Jean Gaillard. Met Gaillard, zeggen ze met ons in Mechelen. Dat is met Gaillard. Hè? Wel, dat is, dus, maar dat is niet veel van gekomen, in feite. Dat staat ook allemaal in dossiers. Mee ontmoeten zich hier in Engeland natuurlijk ook een strookrover, Dick Turpin. Dick Turpin, die komen ze dat tegen. Hè. En Nelson ook. Allee, er is hier trouwens Nelson afgebeeld zonder zijn arm. Hè. Zo mee, hier, allee, ik kan dat allemaal niet vertellen hoe dat afgelopen is, ook niet. Dat moet je zelf maar zien te lezen. We zijn veel te ver gekomen, mannen, maar ik hoop toch dat je er reet aan gehad hebt. Dat je allemaal die dossier, allemaal die dingen van Bakenland gaat bijhouden. Want ik zeg, nou kun je nog... je hebt juist alle prijzen getrokken of je hebt juist alle neefjaar gehad. Ik zou zeggen, de eerste 7 of de eerste 8 gaan ze gaan halen. Komen er 8 in en dan heb je een prachtig document in ons. Niet alleen met al die verhalen, maar ook met de dossiers. Sorry dat het zo lang geduurd heeft. Op de kop, 16 minuten. Tot de volgende keer.